Good morning! Hallo, welkom op ons YouTube-kanaal. Wij zijn heel erg laat wakker geworden, want we zijn vannacht ook wakker geworden. Ik vooral. We hebben deze nacht een natte nacht achter de rug. Ja. Het was enorm storm weer, hier in België. Code oranje. En dat hebben we gehoord, heel veel wind, heel veel regen. Maar dat was eigenlijk niet zo erg, we zijn er eigenlijk wel van in slaap gevallen. Dat was wel gezellig om te horen. Wel. Maar plots... Toen maakte jij me wakker. Werd ik wakker omdat ik mijn hoofdkussen gewoon kliedernat was. Nog steeds trouwens een beetje, want het is dat wel al beter. Dus mijn hoofdkussen was kliedernat. En ik werd wakker omdat ik druppels in mijn gezicht kreeg. En je dacht eerst dat ik het was. Ja, ik dacht, wat is jij nou aan het doen? Maar het was dus eigenlijk gewoon... Ik was met een emmertje zo boven jou. Ja, een gietertje. Nee. Maar eigenlijk blijkt dus nu dat we een lek hebben in ons dak... En dat het lekt via onze zolder en dat het dan lekt in onze slaapkamer. En wat doe je als het binnen regent? Zet een emmer onder het gat. Voilà. Of zoiets. Ja. Nee, dus daar werden we vannacht van wakker dat het binnen regende. En ja, dan waren we een beetje bang, want dan kunnen we eigenlijk ook wel het licht aansteken. Want je weet natuurlijk niet wat het ook via misschien elektriciteitsleidingen is gegaan. Dus dat was even... Heel erg spannend lagen we hier met ons pillampje rond te zoeken van waar komt het vandaan. We hebben ook ons bed ook verhuisd. Kijk, daar zat een nachtkastje. Ik kan er in ieder geval niet meer aan als ik in bed lig nu. Maar we hebben nu momenteel het bed verhuisd. Want anders bleef ik natuurlijk onder die lek liggen. En dat is wel niet zo heel erg prettig eigenlijk. En ja, eigenlijk het is gewoon heel raar. Het stormt één keer en we hebben een lek in ons dak. Erg, heel erg. En als ik wel even tonen hoe het eigenlijk van waar het komt... Even op het bed kruipen. Ik weet niet of je dat gaat zien hoor, maar ik ga het toch even proberen. Wow. Hier hebben we een lange balk. Die gaat zo door in ons plafond. En via hier lekt het. Je ziet het ook een beetje, want hier is het echt zo nog nat. Hier heeft het dan gelekt. En ja, ik lag dus hieronder. Dus ja, dan kreeg dat op mijn hoofd natuurlijk. En als je heel goed kijkt, zie je ook op ons behang. Nu, zo vlekken. Zie je hier zo, hier loopt zo... Een vochtvlek eigenlijk. Heel lelijk trouwens. Dat is zo tot beneden. Dus dat is helemaal binnen geregend. Jeno die had helemaal geen last daarvan. Je had geen last, hè? Nee, ik had er geen last. Jij was dat aan het regenen. Ja, heel grappig hoor. Sorry. We hebben trouwens twee heel erg toffe kaartjes aangekregen. Allereerst dit kaartje. Dit hebben we aangekregen van Danny. Heel erg... Leuk kaartje om onze prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar te wensen. Dankjewel, Danny. En we hebben ook nog een heel erg kleurrijk kaartje aangekregen. Dit, met allemaal macaronnetjes erop. Dat zijn super lekkere macaronnetjes. Daarop staat er een hele lange lieve tekst van Meike. En ze kijkt ook onze filmpjes en zo. Ze reageert er ook altijd op. En ja, echt een heel erg... Ja, toffe lange tekst. Dat is een kleintje privé, dus ik ga het nu ook wel niet voorlezen. Maar ik vind het wel heel erg lief dat jullie naar ons post hebben opgestuurd. Dus dankjewel, Danny en Meike. Echt, dat vinden we heel erg tof. Dus dank je. En nu gaan we weg. Gaan we weg? We gaan ergens naartoe. Naar waar? Dat zie je dan wel. We zijn vandaag... Ja, nu ben ik dus benieuwd of je dat gaat weten. 3 jaar en een half. Samen. Kijk, je weet het. En dan doen we altijd gewoon een uitstapje. Of we gaan ergens naartoe, of we doen iets leuks. Eigenlijk proberen we het altijd elke maand op de derde. Ja, ja. En jij had de vorige keer iets bedacht. Ja. Wat had je toen bedacht? Ik weet het al niet meer. Ja, dus ik weet het ook niet meer. Maar in ieder geval... Zien jullie het nog wel? Ik weet het niet. Hebben we toen iets gedaan? Zo bijzonder zijn onze uitstapjes nu ook eigenlijk nooit. Volgens mij zijn we vorige keer nog bij de Mexicaan gaan eten. Het zou kunnen, ja. Ja. Dat jij bedacht, hè. Ja, maar ik weet het niet meer zeker. Nu heb ik iets in mijn hoofd en we gaan er nu naartoe rijden. Ik weet niet naar waar. Dat zie je nu. We zijn aangekomen op de locatie waar we naartoe gingen. Nu weet je het. Ja, nu weet ik het. We zitten hier in het Dock Shopping Center in Brussel. Ja. En ik vind het een heel erg mooi shoppingcenter, dus het is wel leuk dat we hier komen. Ja, het is heel sfeervol, hè.
Er hangen zelf nog kerstverlichtingetjes, dus dat is ook wel heel erg fijn. Ja, vind ik eigenlijk wel goed, want we hadden eigenlijk gezegd van we gaan in Breda gaan shoppen met nieuwjaar. Maar toen liep het eigenlijk een beetje uit in onze zaken, maar ja. Veel te laat. En eigenlijk had jij dringend ook nog nieuwe broeken nodig. Klopt. En ja, ik shop gewoon heel graag. Dus ik heb eigenlijk nooit iets nodig, maar toch ja. Ben ik aanwezig van degene die het meeste aankomt. Dat klopt. En we gaan sowieso ook op zoek gaan naar broeken voor mij. En ja. Voor jou gaan we misschien ook wel het een en het ander vinden. Hè? Misschien wel, ja. Waarschijnlijk wel. Hier zijn mijn showman. Ja, wat vind je er eigenlijk van? Ja, het ziet er wel oké uit, denk ik. Hij heeft dus een nieuwe broek aan. Hij heeft nu, staat nu momenteel aan een pashokje. En hij heeft net een broek gepast. En, ik weet niet, hè. Je buik komt er wel een beetje over. Zwanger. Ja, toch wel. Hoeveel maanden ben je al zwanger? Kijk. Het zit toch wel goed hoor. Ja. Ervan, probeer een keer om je schoenen eronder te doen. Volgens mij gaat dat eigenlijk te kort zijn, die broek voor je schoenen. Dat zit goed voor mij. Probeer een keer. Kijk, zit toch goed hè? Het valt wel mee hè. Ik had het erg verwacht, maar als je nu omdraait, is eigenlijk je broek dus eigenlijk te kort. Dat wil zeggen dat je broek in je schoen valt, omdat je broek korter is dan je schoen. Ik begrijp jouw uitleg niet, maar ik ben er wel tevreden van. Ja, oké. En je buik ook? Dat had om. Je bent precies een paar maanden zwanger. Kijk, de film Flubber. Ik ben een beetje aan het kijk, er staat er zelf een giga kerstbal. Daar ben je wel jaloers op, hè? Ja, op zo'n grote kerstbal. Dat zou ook wel graag willen hangen in je boom, hè? In mijn boom? Nee hoor, ik zou dat gewoon heel graag willen zetten in onze tuin. Dat is super gezellig met zo'n gezellig barretje erin en zo. En iedereen is welkom. Hé, dat lijkt me voor een tuinfeestje. Ja, hè? Tientallen winkels verder en twee broeken verder zijn we nu in de auto beland. Ik heb ook nog een pannenkoekenpan gekocht trouwens. Ah, een pannenkoekenpan. Ja. Juist, heb ik ook nog gekocht. En, vond je het leuk? Ik vond het heel erg leuk. Ik vind het ook een heel erg tof shoppingcenter. Dus ik vind het een hele leuke verrassing. Dat was een leuke uitstap. Soms hoeft het niet super deluxe te zijn. Gewoon eens even naar het shoppingcenter gaan. Het kan leuk zijn. Tof, ja. En nu staan we aan een winkel waar Jolien altijd veel te lang in rond hangt. Eigenlijk moet ik hieronder zo'n horrormuziekje zetten. Want we zijn bij de IKEA. Maar jij hebt me iets beloofd, hè? Ik heb maar een paar dingetjes nodig. Nee, je hebt gezegd dat je maar één ding nodig hebt. Nee, twee. Servietten. Ja, en wat nog? Ik wil ook nog eens kijken ook nog eens voor soeppotjes. En ik wil ook heel graag de dessert. Soeppotten moet je niet kopen in IKEA, dat is niet goed. Soepkommetjes, hè? Soepkommetjes, nee. Weet je dat nu weer? Nee. Ja, we hebben dus toch nog wat soepkommetjes nodig. Ik ben nu alweer aan het hele laaien. Ik word al moe als ik eraan denk om in India IKEA te gaan. Ja, en ik vind gewoon IKEA wel leuk om altijd rond te lopen. Dus soepkommetjes, servietten en ijstaart. IJstaart. Oké, drie dingen gaat ze... Drie dingen, dus ik mag 9 dingen meenemen. Ja, dus die dingen denkt ze aan te kopen. We gaan kijken met wat voor volle zak we straks weer terugstaan. Ik hoop dat het deze keer niet zo is. Nooit niet, nee. We zien het zo meteen. Stapels met servietten. Jolien is aan in de zak aan het doen. We hebben ook nog andere dingen dus aangekocht. Zoals ik al zei, kapstokken zijn er ook nog bij. Een gereedschapskistje. Een borstel. Onderleggers voor onze borden. En hier hebben we nog een paar soepborden. Ook nog gekocht voor bij ons bij GOT. Oh ja, en dit ook nog voor de pasta erin te steken. En nu zit de zak helemaal vol. En we zijn terug thuis. We hebben echt een heel erg toffe dag gehad.
We hebben heel veel gedaan, een hele productieve dag. Ik heb hier veel te veel geshopt in de IKEA. En wat doe jij nu? Oh nee, dat ding. Is er niet gebeurd? Ja, dat ding is losgeschoten. Ja, we hebben dus vannacht, zoals je net vanmorgen al hebt verteld, hebben we vannacht ons bed verhuisd. En ons bed vindt verhuizen blijkbaar niet zo heel leuk. Ik weet het ook niet, ja. Dus ik denk dat we vannacht weer niet zo heel goed zullen slapen. We zijn daarnet ook nog gaan eten in een restaurant hier vlakbij. Een brouwketel, dat is een van onze favoriete restaurants sinds kort eigenlijk. We zijn er maar net 2 keer geweest, maar we hebben het super lekker eten. Lukt het nog? Als jij het even daarop heeft, dan kunnen we het er misschien in passen. Handyman, Jolien zou het even helpen. Handyman. Handywoman. Omhoog, omhoog, omhoog. Hoog? Nog hoger. Zij zo relings. Ik zie het. Dat erin. Oh, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee? Tegen de muur vallen. Dan hebben we er zeker geen last van. Kopkussen weer terug. En kopkussen is nu trouwens wel terug droog. Ik heb ook wel de omtrek eventjes in de droogkast gestoken. Want er is ook water opgelekt. We weten nu ook al hoe het komt. Blijkbaar is er een lek via onze schouw. En dan komt het hier dan. Dan lekt het eigenlijk op onze zolder. En dan is het daar nog eens een gaatje naar hier. En dan komt het naar hier. En dan lekt het op mijn gezicht. Ja, stijf op naar beneden. Op mijn gezicht. Op mijn hoofd. Nee. Wat zeg je nou wel? Vannacht. Om 4 uur, echt, dat was echt toch een ramp, schat. Hoe noemen ze dat? Er zit een gaap in mijn dak. Er zit een gaap in mijn dak. Dat liedje eigenlijk niet. En morgen kan mijn lieve schatje een nieuwe broek aan doen. Ja, want wij zijn een nieuwe broek aan shoppen. Kijk er naar uit. Jij hebt als 2 nieuwe broeken. Ik heb niets van kleding. Oh, maar je hebt echt niks, hè. Hier achter deze deur zit een kamer vol met kleren. Een dressing. Ik moet trouwens altijd een keer een dressing roomtour doen. Heel veel mensen vragen daar eigenlijk om. Als jij dat ook wil, dan moet je dat nu even hieronder zetten. Ja. Ik denk dat wij nu nog een beetje televisie aan zien. We gaan voor de allereerste keer naar Big Hero 6 zien. Heb je eigenlijk nog niet gezien? Je liegt. We zijn ooit eens beginnen kijken. Maar het heeft een heel bijzondere intro, Big Hero 6. Ik herinner me daar niets meer van. Jawel, schat. Echt? Ja, ik wil het al een tijdje een kans geven, Big Hero 6. Heeft ook al een paar Oscars gewonnen. Is echt wel een heel bijzondere film. We hebben die nog nooit gezien. Schatje, we hebben die wel al ooit gezien. Oké, ja. We hebben die wel al ooit gezien. Zeg mij niet. We zijn beginnen met kijken. Alleen dus, ik zeg het nog een keer. De intro is heel bijzonder. En moet je even blijven volgen. Even een kans geven. En daarna wordt de film leuk. Maar de intro zegt zoiets van, oh. Dat kan je misschien op een verkeerd spoor zetten. Als je het een leuk film vond, dan zeker dan een duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Als je dat nog niet zou gedaan hebben. Dat is gratis trouwens. Ja, en je kan gewoon daarmee onze filmpjes blijven volgen. Als je ook op het belletje drukt dat naast abonneren staat. Dus dat moet je zeker eens even aanklikken. Tingelingelingelingeling. Dan krijg je elke keer een melding. En dan volg je ons gewoon. Dus dan ben je op de hoogte. En als je dat gedaan hebt, dan weten wij met hoeveel kijkers we hebben. Voor wie we eigenlijk filmpjes maken. Dus dat is wel heel erg fijn. En je kan ons ook altijd volgen op Instagram. Jolien_Piano. Ja, zit ook op Facebook als je het leuk vindt. En Snapchat doen we ook af en toe nog wel eens. Hè? Ja, vind ik ook heel tof. Niet zo heel vaak eigenlijk. Ik doe dat sinds ik een nieuwe telefoon heb. Toch dus wel geregeld. Als je Snapchat van Jolien wilt zien, dan moet je zeker kijken. In bikini? Nee. Oh. Heel graag, tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.